Goeie avond en welkom op de persconferentie na de wedstrijd Antwerp-Cercle. Onze Reds wonnen deze wedstrijd met 2-1. Al was daar bloed, zweet en tranen mee gemoeid vanavond. We zitten hier om na te praten met de Cercle-coach Vincent Euvraart en onze coach Fred van der Biest. We gaan het woord geven aan de bezoekende coach. Meneer Euvraart, uw mening over de wedstrijd, alsjeblieft. Ja, eerst en vooral proficiat aan Fred en Antwerp met de zege. Uiteraard ben ik heel erg ontgoocheld. Niet in de prestatie van mijn team, want ik vind dat wij met opgeheven hoofd de bos al kunnen verlaten vanavond. Ik vind dat we een hele knappe wedstrijd hebben gespeeld, heel goed hebben verdedigd. Bij de momenten dat het mogelijk was ook tot goed voetbal zijn gekomen, zowel in de omschakeling als in balbezitfases. We hebben heel veel 100% kansen gecreëerd. Ik denk dat we zeker 3, 4, misschien wel 5 keer alleen afgezonderd voor Kodimbana komen. Die een heel goede wedstrijd kipt vandaag. Efficiëntie, daar heeft het ons aan ontbroken. Al in de eerste 20 minuten krijgen we 3 opgelegde kansen om op voorsprong te komen. Die missen we. Goed, in de tweede helft kwam Antwerpen wel iets meer opzetten. Hadden we ook wel verwacht. Alleen gebeurde dat met heel weinig kansen. En dan de strafschopfase. Ik moet zeggen, ik heb hem teruggezien nu. Er is een trekmoment, een heel lichte trekfout. Goed, ik heb met Juri samengespeeld. Die is slim genoeg natuurlijk om dan tegen de grond te gaan. Daar vind ik dat valt nog ergens te verantwoorden. Wel penalty, niet penalty. Maar vooral de rode kaart van Faris vond ik te gemakkelijk, omdat hij niet echt heel veel opzichtige fouten heeft gemaakt. En dan om dan rond de middellijn tegen de zijlijn aan een tweede gele kaart te geven, dat vond ik te ingrijpend om dan met 10 man te vallen. Goed, ik moet zeggen, onze reactie was top daarna. We krijgen nog 1 of 2 kansen. We werden helemaal niet, we kwamen niet onder druk. En om te besluiten, die corner is in de verste verte geen corner. En we hebben dan de pech dat die via een afgeweken bal toch nog binnen gaat. Dus goed, hadden we 1 punt gepakt hier, vond ik dat we er 2 te weinig hadden. Ik vind nu dat we er op basis van onze prestatie vandaag 3 te weinig hebben. Maar nogmaals, mijn excuses ook voor mijn overmatig reageren op een emotionele manier naar de leiding toe. Was wat overdreven, we werken heel hard en het is soms frustrerend om het dan door een derde partij allemaal teloor te zien gaan. Daar weet Fred waarschijnlijk ook wel alles van. Dus goed, ik denk dat we op deze prestatie moeten verder bouwen. Ik denk dat we vooral moeten verder werken en binnen 4 dagen ontvangen we thuis Lierse. En als we op deze manier kunnen blijven spelen, dan zullen we nog veel punten pakken. Goed, bedankt coach. Fred, uw mening alsjeblieft. Ik denk dat je vandaag in principe te veel krijgt. We zijn gestart aan de wedstrijd met een iets ander systeem. Maar je zag dat bij momenten totaal niet klopte. Cercle stond met 5 man achterin. Of startte vanuit een organisatie met 5 man achterin om er snel uit te komen. Dat was ook de eerste keer dat ze zo starten. Een paar keer probeert in Roeselaar. Dat was ook zo gespeeld op het moment dat ze voorkwamen. En daar hadden we het moeilijk mee, omdat we weinig ruimte hadden. We werden snel onder druk gezet. Onze pijnpunten werden een beetje blootgelegd, ook in de omschakeling. We hadden risico gepakt met Fabien op de 8. Dan weet je dat je sowieso al een verre reparatie gaat hebben. Met 2 hoge flanken, maar dat kwam er totaal niet uit. Cercle, we mogen blij zijn dat Cercle in het eerste kwartier niet voorkomt. Dan proberen we een beetje stevig te herstellen, maar zonder echt gevaarlijk te zijn. Veel te weinig om in een thuiswedstrijd beslissen met de rust om terug Schof middenveld te posteren, terug het gewone systeem te gaan spelen. Komen we degelijk uit de kleedkamer. Maar als je zaken meegeeft, moet het wel altijd uitgevoerd worden. Want als ze niet uitgevoerd worden, dan zijn wij de peanut. Juist of niet, Vincent? En als je dan een wissel doet en je ziet de reactie, ja, oké. Okay. Is misschien niet echt slecht bezig op dat moment, maar je moet gewoon blijven doen wat er gevraagd wordt. Dat dat nu goed of slecht is, dat is mijn verantwoordelijkheid. Zolang dat je doet wat ik zeg, neem ik iedere verantwoordelijkheid. Maar als je dingen gaat doen dat je niet hoeft te doen, dan zonder pardon. Dat was even terzijde. Maar dan kom je voor,
Ik denk misschien op dat moment een beetje gevleid. En dan slaag het opnieuw toe, zoals dat wel een paar keer. Hè. Een keer dat we voorkomen, gaan we achteruit gaan voetballen. Durven we mee voetballen. Dan geven we Sandellen op, eendertwaar. Dan komen we mee tot 3 passes naar elkaar. En dan valt die gelijkmaker verdiend. En dan denk je, ja, dus, het gaat weer al een gelijkspel zijn. En ik moet zeggen, op dat moment dat ik in mijn hoofd van... voor mij is het misschien wel welletjes geweest. Maar dan, ja, dan kwam Tuur als een duivel uit een doosje op een corner die nota bene geen is. En dan concluderen na de wedstrijd, kijk, je hebt 7 wedstrijden. Hè? We spelen ons minste match van de 8. Dat is duidelijk. Ik denk dat we nooit zoveel kansen hebben gegeven als vandaag. Redelijk wat kansen hebben gegeven. We mogen blij zijn dat Cody zijn niveau haalde van vorig jaar. En dat heeft ons over de streep geholpen. Maar al het ongeluk, al het pech, al de details, al de beslissingen die tegen zaten in de eerste 7 matchen en vandaag terug had. Dat is voetbal. En in principe krijg je te veel, maar we hebben ook al x aantal keren te weinig gehad. En die krijg je vandaag terug. Maar ik denk dat we nog een wedstrijd of 2 te goed hebben. Hè. Dus... Dinsdag spelen we al opnieuw tegen Union. Toch een beetje een boost, dit resultaat, ook al is het misschien gevleid. Ja, oké, kijk, ik ga een voorbeeld leggen. Ik heb tegen de jongens ook gezegd, je kan slechte wedstrijden spelen zoals vandaag, maar ze zijn er blijven voor gaan. Niet op een mooie manier, niet altijd op een academische manier. We hebben al veel betere wedstrijden gespeeld. Ik denk dat we 24 kansen tegen Lierse, 24 kansen tegen Roeselaar. En daar pak je dan 3-6 tegen Lierse. Moet je met 5-6-2 winnen, doe je niet. En vandaag kun je misschien verliezen met 2-3, 2-4. Het is andersom. Oké, het zij zo. Maar ik denk dat die 3 punten wel in de hoofdjes wel een wereld van verschil zal maken om die wedstrijd van dinsdag aan te vatten. Hadden we vandaag met punt geëindigd, zag het er niet goed uit voor dinsdag. En vandaag pak je toch die 3 punten en gaat toch een boost geven, denk ik wel. Ik ga een voorbeeld geven. Stijs Molstende, ook een dramatische start in het kampioenjaar. We komen 0-2 achter tegen Alst. Koulibaly pakt 2 penalties. We keren terug tot 2-2. We winnen de wedstrijd in de laatste minuut 3-2. Een beetje op dezelfde manier als vandaag, de beslissingen die meezaten, een beetje het geluk. Dus hopelijk is het een keerpunt voor de toekomst. Goed, bedankt coach